In cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek kon op 21 november jongstleden kennis worden gemaakt met de kandidaten voor dorpsdichter van Renkum 2018 tot 2020. Zij kwamen om hun speciaal voor Renkum geschreven gedichten voor te lezen. Een jury onder leiding van Klaas Touwen zal het eindoordeel op 19 december bekendmaken en dan zal tevens afscheid van de huidige dorpsdichter Bianca Hendricks worden genomen. De dorpsdichter van Brummen, Laurens Hoevenaren, leest als gast gedichten voor en ook stadsdichter Harry Oonk uit Ede is van de partij. Ede, en ze hebben mij natuurlijk regelmatig in interviews gevraagd ook, nou ben je nou niet erg trots, en daar heb ik het volgende gedicht bij geschreven. Stadsdichter is trots. Ach, dichter van de stad, trots is een japon voor ijdeltuiten. Wees nederig en blij, want langs het pad van ijdelheid zingen geen violen en groeit doornappel, distel, brandnetel, monnikskap en de groene knol amaniet. Dooi, denk, doe en dicht, kam de letters met briljantine, til woorden naar een symfonie, boetseer beelden in de zinnen, schenk liefde en vuur in strofen. Dooi, denk, doe en dicht, laat de woorden stuiteren door de aderen van dit dorp. Want poëzie is niet bedoeld voor boodschappen of berichten. Poëzie is ook geen keukenklok of schemerlamp. Dichten is geen boekhouden of het zuigen van je stof. Poëzie is om te beroeren en bezeren. Om je te tillen uit de zwaartekracht en te laten drijven in een regenboog. Om in je zintuigen te prikken en te beseffen dat je heet. Om te voelen wat kan, niet kan en te beleven wat je eet. Ik zeg dit gedicht naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België, 1914, dat is een paar jaar geleden. En toen de foto van het jongetje Aylan op het strand gevonden werd, toen heeft de NRC dit gedicht in de zaterdag bijlage geplaatst. En dan is het gewoon heel treurig dat iets wat je over iets schrijft van 100 jaar geleden, hoe actueel dat nog altijd is. Hoe ver is veilig hier vandaan? De ijsvogel, die dagelijks bij het ven zich horen liet, was bij het eerst gerucht van staal in blauw gevlogen, ver voor kanon en lijkenlucht, en lang voordat wij onze vlucht naar elders overwogen. Was het voor vluchten niet te vroeg? Op welk moment besluit je om te gaan? Hoe ver van vaders huis moeten de bommen vallen? We moesten gaan. Er werd met scherp geschoten. Geen tijd voor koffers of voor eten. We zeiden tot het jongste kind dat het vakantie is. En wie niet weg is, wordt gezien. En baden dat hij alles zou vergeten tot waar we veilig waren. Hij zei, ze zien de vogels en de hemel niet, zolang ze helmen dragen. Na vele uren kon hij niet meer staan. We droegen hem. Zijn laatste woorden, hoe ver is veilig hier vandaan? Mm-hmm. Dank u wel. En daar loop ik, rol ik, ga ik over wortels, over blaadjes, omringd door sterke stammen, langs het water, water. Modderig en ingesleten, wiegend tussen sterke stammen, hoog de takken, naakte lijnen, lijnen in het zicht. Met de hemel. Met de hemel. Als oneindig. Als mijn oor. En ik loop door. Over het brugje dat mij ooit een plekje gaf met water. Stromend stroomde ik met takjes mee om te dromen, dromen, dromen. En ik werd klein, de tak werd groot. De beek bezaaid met reuze bladeren gierden al mijn aderen.
vol bloed. Woeste hondenpoten namen mijn boot in de bek. Maar ik zwom door. En zo kwam ik bij de zee. De beschrijving heeft de dorpsdichter te voldoen. Van de dorpsdichter wordt verwacht dat hij of zij gedichten schrijft die kunnen worden voorgedragen bij officiële gebeurtenissen in de gemeente, zoals
huldigingen, manifestaties, openingen en dergelijke. Gedichten schrijft waarin actueel nieuws in onze gemeente op een speelse, kritische, puntige of vervreemdende wijze belicht wordt. Op enige wijze bijdraagt aan de aandacht voor poëzie bij de inwoners van de gemeente Renkum. Bianca, jij bent de afgelopen 2 jaar dorpsdichter geweest. Of eigenlijk ben je dat nog tot het eind van het jaar. Hoe heb je dat ervaren? Nou, als superleuk. En het is een heel dankbare functie. Mensen komen, zijn eigenlijk altijd wel blij als je komt. En iets kunt toevoegen met woorden. Ook een soms wel drukke functie. Als je een baan hebt en een gezin. En nou, dan moet je ook nog een gedicht schrijven. Wanneer doe je dat dan? Nou ja, 's avonds in de nachtelijke uurtjes. Dus ik heb wel het clichébeeld van de dichter waargemaakt. Die tot diep in de nacht op een paar woorden zit te zwoegen. Of een paar zinnen zit te broeden. Ja, dus, maar al met al was dit echt wel een ervaring die ik nog zeker een keer wil overdoen. Maar ik ben ook heel blij dat ik de pen kan doorgeven aan twee fantastische, of een van de twee fantastische kandidaten. Ja, ja. Je hebt natuurlijk een heleboel leuke dingen gedaan, kan ik me eigenlijk voorstellen. Zijn er een paar dingen die er voor jou echt bovenuit schieten? Oeh. Nou ja, dat zijn er wel. Wat ik heel leuk vond, was de samenwerking met andere mensen. Ik heb met Jubal opgetreden. Muziekvereniging vond ik echt super tof. Met Martine Siemens, fotografe. Ze had foto's gemaakt, ik mocht daar gedichten bij maken. Dat was ook heel super tof. Voor de kunstroute was dat. Ik heb voor Doelum een gedicht mogen schrijven. Wat daar, MFC Doelum wordt zaterdag geopend. Dus ja. Nou ja, dat is heel speciaal. Of dat vind ik echt wel. Daar word ik wel een beetje verlegen van. Ja, dat zijn echt wel. Denk ik, wauw. Ja, dat mocht ik toch maar zomaar doen. Je zegt net al, je hebt een heleboel mensen leren kennen. Over een week of 6 is dorpsdichterij voor jou voorbij. Ja. Heeft het je nog veel gebracht om in de toekomst mee verder te gaan? Voordat ik dorpsdichter werd, schreef ik al gedichten voor mezelf. En dat ga ik zeker niet laten. Dus daar ga ik zeker weer mee verder. En dat vind ik ook wel fijn om te doen, omdat als je als dorpsdichter gedichten schrijft, dan schrijf je dat toch altijd binnen een bepaald kader of voor iemand of voor een organisatie. En waardoor mijn vrije werk, zoals ik dat dan zelf noem, toch een beetje op de achtergrond is geschoven. Dan wordt het denk ik onderhand tijd voor een eigen bundel. Dat zou echt heel super tof zijn. Dat is natuurlijk wel stiekem een wens van mij. Dat vind ik ook een hele lastige vraag. Want ik heb zoiets van, daar moet je wel super goed voor zijn. Daar moet dan wel echt spik en span voor zijn. Maar ja, zeg nooit nooit. Wie weet. Ik heb in ieder geval na 1 januari tijd om daaraan te werken. Oké, super. Dankjewel. En voor deze de laatste 6 weken nog heel veel succes. En vooral daarna. Ja, dankjewel.